Hoe ben ik bij Dorrit van in het warm komen? Nou, ik heb het zelf betocht. Nou ja, de hoofdredactie van Omroep die wil graag eens wat oors als oors. Die wil graag wat met dag-tv doen. Die wil graag wat meer activiteiten in de provincie hebben. En ik heb er zo een uitocht. En zo is het idee van Dorrit van in het warm ontstingen. Ik wil alleen nog studenten hebben die het hele project meedraaien. En toen kwam ik bij Petra van der Molen uit. Heb ik mijn wensen van Lijn en die had ze heel dat perfect voor me invult, mijn saai stagiaires. Daar ben ik hartstikke tevreden over. Ik heb eerst al gedacht van jongens en een vrouwtje natuurlijk. Hoe moet dit komen? Het zijn saai karakters, ze zijn jong, sommigen heel jong. Wat kennen ze, wat willen ze? Steen ze hier voor het project. En vooral willen ze het werkje. Maar ik ben werkelijk fantastisch verrast door de werklust, de inzet, de fleurigheid werd ze het al in mijn ogen. En wat ik heel leuk vind is dat je dus zorgt dat ze echt beter worden binnen. En dat is zelfs ook wel belangrijk, want het is wel een stage. Dus ik ben hartstikke super tevreden door deze ploeg. Nou ja, voorkomende stagiaires die moeten weten dat als ze meedraaien in Dorrit van in het warp, dat we een protte vregen, dat er hut werken worden moet, dat we ook in de discipline werken. Altijd fleurig muziek in de blauwen, want je moet er vooral wel lallen blijven, dat vind ik wel. Maar je moet wel verschrikkelijk graag willen. En net zeuren, als er iemand ziek is, invallen ervoor. Wij zijn van het net zeuren. Dus niet lullen, maar poetsen. Als je dat wollen en je hebt lol aan je werk, dan is dit het meest fantastische project wat je ooit krijgt als stagiaire. Hoe ik bij Omroep Friesland ben gekomen, ze hebben mij gevraagd of ik mee wou doen met het programma Dorrit van in het warp. In eerste instantie dacht ik dat ik te laat was met solliciteren, dus heb ik het een beetje af laten weten, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Maar toen kwam Petra op me af en zeiden ze dat ze toch nog extra mensen wouden hebben. En toen heb ik meteen gesolliciteerd en ik ben meteen aangenomen. Hoe ik er gekomen ben? Nou ja, ze zochten stagiaires. En school kwam bij ons en zei van, hey, hebben jullie zin om daar te werken? Ja, ja, hebben we zin in. En dan moesten we door een soort screening eerst heen. En dan werden er, kijk, 5 van onze klas en Gossen, de vierdejaars, werden dan uitgekozen. De ene week doe je reclame / promofilmpjes in de dorpen. Daarna, de andere week, doe je de dagfilmpjes. Dan moet je al om 's morgens 9 uur al opstaan. Of, in het dorp zijn, 7 uur opstaan voor mij dan. En de andere week ben je echt aan het live filmen. Sta je achter de camera. Eigenlijk dezelfde dingen die we ook op school leren, alleen dan op een hoger niveau. Je leert veel sneller bepaalde shots te maken en je weet ook waarom je die keuzes maakt voor die shots. Hij is een hele snelle editor, want hij begon om 1 uur, het is nu 3 uur. Dat is best snel voor de film van de dag. Ik heb snel leren editen, omgaan met stress, een stukje zelfstandigheid wel. Eigenlijk zeg ik dit al 14 weken, ik vind deze stage uniek. Top, best stage ever. Ik vind het echt jammer dat het afgelopen is.